Hoi, ik ben Vincent en ik ga jullie nu mijn studio laten zien. Ik ben bij Student Experience terechtgekomen eigenlijk via via. Vrienden van mij zeiden dat er 3 complexen bestonden in Amsterdam waar je eigenlijk voor een goede prijs een zelfstandige studio kon krijgen. Toen ben ik op de website gaan kijken en toen kwam ik erachter dat ze eigenlijk een vrij modern inschrijfsysteem hadden waardoor ze dus niet werken met een wachtlijst. Het moet niet zo zijn dat je op die camera zit te eten. Oh ja, heel naar. Oh, wow. Die chips blijft ook overal tussen steken. Ik woon hier sinds februari, dus dat is nu enkele maanden. Niet zo heel erg lang, maar ik heb het wel ontzettend naar mijn zin. En je leert ook gelijk allemaal mensen uit het gebouw leer je kennen. Dus je bent zo, voel je je thuis. Als je een beetje moeite doet om mensen te leren kennen hier, heb je binnen no time heb je hartstikke veel leuke buren en heb je het heel erg naar je zin. Ja, sinds ik in Noord woon ben ik eigenlijk heel erg fan geworden van Noord. Omdat de NDSM heel veel te bieden heeft. Het is een hele leuke omgeving. Je hebt hier plek natuurlijk, Noorderlicht. Maar je hebt ook in andere plaatsen in Noord zoals De Keuvel en de Tolhuistuin. Er zijn zoveel leuke plekken hier in Noord dat ik heel erg fan ben geworden van Amsterdam-Noord sinds ik hier woon. Dus ik vind het eigenlijk een van mijn favoriete gebieden nu op het moment zelfs. Ik vind het heel leuk aan het wonen in Nautic Living dat je zelfstandig woont. Dus dat je je eigen faciliteit hebt. Dus je eigen keuken en je eigen badkamer. Het leukste aan dit complex vind ik het dakterras. Je kijkt echt over heel de stad heen. Je hebt echt een super gaaf uitzicht. Lekker in de zon. Je kunt gewoon een wijntje of een biertje of wat je lekker vindt. Kun je daar echt perfect zitten. Ze hebben mooie tafels, mooie banken, mooie stoelen. En je kunt er ook sporten. Dat is niet voor mij weggelegd, denk ik. Maar goed, voor als je het leuk vindt. Hè. Zie je mijn arm hier ook liggen? Zit ik niet zo in die stoel? Of? Opnieuw. Take 116. Nou, kijk nou maar naar die camera. Ja, ik kom. Jezus, ik heb echt een glas wijn nodig na dit interview. Ja, en de lobby is heel fijn. Als je hele grote groepen met vrienden hebt, dan kun je allemaal in de lobby gaan zitten. En dan heb je een tv en dan kun je daar gewoon zitten. Of je pakt een pooltafel en je neemt gewoon je biertje of je wijntje mee naar beneden. En je houdt daar je feestje verder. Dus dat is ook heel fijn. De gemeenschappelijke ruimte.